gelegen staat op de Luiperweg met de ingang naar Een tweepersoons straaljager van het Breitling Jet Team is zaterdagavond op de Berkheuvels in het buitengebied van Valkenswaard neergestort. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Zij konden het toestel met parachutes voortijdig verlaten. Het Breitling Jet Team treedt zondag op de Sanicol Luchtshow in België en heeft daar vrijdagavond ook een show gegeven. Burgemeester Edeveen van Valkenswaard is op de plek van het ongeval aanwezig. Hij meldt via Twitter dat er geen brand is uitgebroken en dat het toestel geen kerosine lekt. Het is dit jaar al de zesde van dit type, een L-39 Albatros van Tsjechische makelij en ontwikkeld in de jaren 60 dat naar beneden komt. Lees maandag meer in het ED. Thank you.